Dus het gebied nogmaals is aan de noordzijde van de Bemowberg tot Nagwagugrum. En tot daar hebben mensen gezegd, ze hebben het gehoord, ze hebben het toestel gehoord, s'avonds. Dat wil zeggen dat wij nu kijken vanaf de laatste plek waar het toestel gesignaleerd is, totdat mensen zeggen van nou, we hebben het niet meer gehoord, dan weten we dat dit de zoekarea moet zijn. We hebben die zoekarea hebben we een paar keer overvlogen en het is onbegaan. Er zijn geen mensen daar, er zijn geen goudzoekers daar, het is onbegaan. En het bemoeilijkt alleen maar het zoeken via de lucht. Wij zijn niet echt bekend in het bos en het lopen. Er zijn heel veel mensen die wel het bos ingaan en die heel goed het bos kunnen belopen onder het bladerdek. Vandaar dat wij besloten hebben om te zeggen, maar weet je wat, we hebben veel mensen nodig, we hebben iedereen nodig. Het is nu vakantie. Laten we een vergoeding of een beloning, hoe je het wil noemen, opstellen voor de mensen die willen gaan zoeken. Want iedereen wil gaan zoeken. Iedereen belt ons op, we kunnen gaan zoeken, maar ze willen allemaal geld hebben. Nu is het zo dat wij een beloning hebben uitgeloofd van $35,000. Het is een beloning die samengesteld is, niet alleen voor de Surinamers, maar ook voor de Brazilianen. Voor iedereen die denkt van, weet je wat, ik ga helpen zoeken. En het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Het gaat erom om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen om te gaan zoeken. Het is nu al bijna 3 maanden en het is veel te lang. Wij zoeken niet naar een toestel dat gecrashed is of naar lijken. We zoeken naar een toestel met 2 mensen aan boord. De enige die me kan zeggen of ze niet meer leven is God. En God heeft me dat nog niet gezegd. Dus we gaan zoeken en we blijven zoeken. Onderhand hebben wij ook, is ons ter orde gekomen dat er nu een officieel verzoek gedaan is door de Surinaamse staat. En is ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken in Nederland en het is doorgestuurd naar Defensie in Nederland. Dus daar wachten we nog. Oké, dan gaan we, meneer de Bolle, gaat u vertellen over het apparaat? Wij hebben begrepen dat het apparaat ons kan brengen naar die helikopter. Het is military use. En het is niet iets wat wij als burgers zouden kunnen gaan kopen in een fabriek of een bedrijf. Anders hadden we het al gedaan. De Defensie in Nederland heeft het apparaat. Veel defensies hebben het. Maar ja, het is een duur apparaat, dus ik hoop dat ze daarmee komen en ons kunnen helpen. Vanaf het eerste begin en tot de dag van vandaag is de president elke dag in contact. En hij heeft gezegd, hij doet alles wat hij kan in zijn macht. Dat wil zeggen dat hij geen politieke redenen heeft om iets tegen te houden uit Nederland. Want dat werd gesuggereerd. Hij heeft nu officieel zelf een brief gestuurd om hulp van de Nederlandse staat. Dus de bal ligt bij de Nederlandse staat. Ook omdat natuurlijk het zo is dat Donovan een Nederlandse staatsburger is. Donovan heeft de Nederlandse nationaliteit en hij is staatsburger van Nederland. Dat wil zeggen dat je als staat verplicht moet zoeken naar je burger, waar die ook is ter wereld. Misschien krijgen we uit de gemeenschap ook zo'n soort van hulp van er zijn andere wegen die je kan leiden, die je dingen wel voor elkaar kan krijgen, die wij als familie of als hijjet niet voor elkaar kunnen krijgen. Want ik onderschat het gemeenschap in Suriname, onderschat ik niet, die zijn heel sterk. En daar gok ik op. Dat door deze beloning iemand uit het gemeenschap ons de gouden tip kan geven dat wij dus de jongens kunnen vinden.